Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst, waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 6, waarin we, na onze op God jagende atheïsten te hebben achtergelaten in hun konijnenhol, bezig gegaan met de belangrijke taak van het definiëren van God. We zullen enkele algemene misvattingen over God behandelen, zoals de God van de gaten, de complementaire of aanvullende God, de Geef mij niet de schuld, God die nergens verantwoordelijkheid voor dragen wil, de afwezige huisbaas God en de kleinste gemene veelvoud God. Nadat we duidelijk gemaakt hebben wie God niet is, kunnen we vrijelijk vragen wie hij dan wel is. Het opperen van de Godhypothese stelt mij in staat om zelf een definitie van God te geven zonder bij voorbaat een discussie over zijn aard uit de weg te gaan. Dus kan en zal ik God definiëren als de God van de Bijbel zonder bang te hoeven zijn voor de beschuldiging dat ik aanneem wat ik bewijzen wil. Elk bewijs van mijn hypothese zal in de rest van dit boek vergeleken worden met de werkelijkheid. We zullen ontdekken dat mijn definitie noodzakelijkerwijs begrippen als eeuwigheid, schepping en openbaring introduceert. In de loop van het boek Zullen we dan het verklarend vermogen van de hypothese toetsen door haar implicaties te bezien en door te onderzoeken hoe goed ze stroken met het wetenschappelijk bewijs, de geesteswetenschappen en onze persoonlijke ervaringen? Nieuwe woorden: Epistemologisch, gerelateerd aan kennis of gedachten. Hybristisch, een minachtende, aanmatigende houding, zich erg belangrijk voelen. Vermetele overmoed. De definitie van God. De eerste die hij tegenkwam was Konijn. Hallo Konijn, zei hij, ben jij het? Laten we doen of ik het niet ben, zei Konijn. Eens kijken wat er dan gebeurt. E.E. Milne. Winnie de Pooh. Hoofdstuk 8, waarin Christopher Robin een Exportitie, tussen de aanhalingstekens, naar de Noordpool leidt. In hoofdstuk 5 lieten we onze atheïsten achter, waar zij waarschijnlijk nog steeds in hun konijnenhol staren in een poging God te vinden. Misschien zonder te beseffen dat je in een konijnenhol waarschijnlijk alleen een konijn vindt, terwijl de kans nog groter is dat je niet slechts één konijn, maar de hele familie en vriendenkring van konijn vindt. Ze staan er immers onbekend dat ze zich goed kunnen vermenigvuldigen. Een waar pantheon van de Orictolagus Cuniculus, de wetenschappelijke naam van het konijn. Zoals Konijn zelf toegeeft, ter aangehaalde plaatsen: ik heb ze niet gevraagd, hoor. Ze kwamen gewoon. Dat doen ze altijd. Als wij God ook per se op alle verkeerde plaatsen willen zoeken zullen we hoogstwaarschijnlijk niet één, maar een hele reeks mogelijke kandidaten vinden die voor God kunnen doorgaan. We hoeven ze niet eens te vragen zich te melden. Ze melden zich vanzelf. Dat doen ze altijd. En dat levert natuurlijk een probleem op. In hoofdstuk 1 zagen we dat vragen als hoe lang is een touwtje onzinnige vragen zijn, tenzij je heel specifiek aangeeft waar je precies op doelt. Door bijvoorbeeld de vraag te veranderen in Hoe lang is dit touwtje? Zo blijft ook de vraag Wie heeft God gemaakt? een onzinnige vraag totdat we een duidelijk antwoord kunnen geven op een andere vraag, namelijk Wie is God? Pas wanneer deze specifieke identiteitscrisis is opgelost, kunnen we een praktische God-hypothese formuleren en verwachten verder te komen. In dit hoofdstuk Ga ik dus uitleggen wat ik met God bedoel? Bedenk dat ik door de hypothetische benadering te gebruiken het niet meteen bij het juiste eind hoeft te hebben als ik een bepaalde definitie verkies boven een andere. De juistheid van mijn idee van God haakt niet af van mijn eerste mening, maar van de mate waarin mijn hypothese overeenkomt met de menselijke ervaring. Zeg dus alstublieft niet dat dit een cirkelredenering is. Of dat ik het debat uit de weg ga als ik een definitie van God aanneem die overeenkomt met mijn christelijk geloof. Maar voordat ik mijn definitie van God geef, moet ik tenminste enkele van de vele karikaturen van God die we vandaag de dag tegenkomen, onder het vergrootglas leggen. Dit is alleen al noodzakelijk omdat de verwarring rond dit onderwerp bijna totaal is, zelfs onder velen van hen die zich theist noemen. Ik ga geen overzicht geven van wat de verschillende wereldreligies geloven. Als u daarnaar op zoek bent, kunt u beter een goed boek over vergelijkende godsdienstwetenschappen lezen. Veel eer zal ik mijn oordeel geven over de definities van God die relevant zijn voor ons onderzoek. Tegelijkertijd zal ik enkele valkuilen aanwijzen waarin onoplettende bezoekers van de religieuze buurtsuper vaak terechtkomen. De God van de Gaten Laten we even een ritje maken met de metro van Londen. Wanneer we bij het perron tot stilstand komen, horen we een heldere stem zeggen Pas op de tussenruimte! Ik heb me niet verdiept in de reden, maar de metrostellen in Londen sluiten niet goed aan op de perrons, waardoor er vaak een ruimte is waarin de onoplettende passagier zou kunnen vallen, met mogelijk ernstige gevolgen. Die er al zijn geweest. De veiligheidsregels eisen dat we gewaarschuwd worden voor die mogelijkheid. Ik weet dat dat verstandig is, maar wanneer de waarschuwing in het station weer klinkt, krijg je soms toch het gevoel dat Big Brother je in de gaten houdt. Maar er zijn ook andere gaten. Gaten die verband houden met epistemologische perons, tussen aanhalingstekens, en aan Gedachtenwagons, tussen aanhalingstekens, waar de jisten als ikzelf voortdurend voor gewaarschuwd worden door onze filosofische grote broers. Telkens als we suggereren dat God heel misschien wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor iets, worden we streng gemaand te waken voor de God van de gaten. We worden er zelfs van beschuldigd die vreemde Godheid aan te roepen, telkens als we ook maar iets wat er gebeurt. Of bestaat in de werkelijke fysieke wereld, durven toe te schrijven aan God. In de eeuwen voor de wetenschap, laten we die periode VW noemen, waren de mensen zeer primitief en onwetend. Zij begrepen heel weinig van de wereld waarin zij leefden en konden zeker geen logische verklaringen geven voor de fenomenen die zij waarnamen of de ervaringen die zij hadden. Maar, Ere wie ere toekomt, zij vonden een eenvoudige maar ingenieuze oplossing. Zij vonden één of meer onzichtbare goden uit en gaven hun de schuld voor alles wat zij niet konden begrijpen. En zo vulde God heel eenvoudig de gaten in hun kennis op. Hoewel dat in het begin nog niet goed zichtbaar was, omdat de mensen natuurlijk zo dom waren dat hun kennis, tussen aanhalingstekens. Volledig uit gaten bestond. Sinds de opkomst van de moderne wetenschap, Anno Scientia, of AS, in de 17e eeuw, begon dit allemaal te veranderen. De sterren en planeten waren niet langer schaakstukken die gedirigeerd werden door een grillige godheid, maar gehoorzaamden aan eenvoudige wiskundige wetten. Veel andere natuurverschijnselen werden op gelijke wijze verklaard. Toen men zich wijden aan wetenschappelijk onderzoek, het laatste mysterie dat van het leven zelf en de aard van de mens smolt uiteindelijk als sneeuw voor de reizende zon van de darwinistische evolutietheorie. Een voor een werden de gaten in de menselijke kennis, die eens alleen door God opgevuld konden worden, door de wetenschap opgevuld, en zo werd God overbodig. Dat is tenminste het verhaal dat vandaag als universele waarheid aan ons opgedrongen wordt. Dit scenario is gebaseerd op de universele onwetendheid van de mens voor A.S. Anno Scientia. En het doet me denken aan Mark Twain's wrange opmerking over zijn vader. Toen ik veertien was, was mijn vader zo onwetend dat ik de oude man niet eens bij me in de buurt wilde hebben. Maar toen ik 21 was, stond ik versteld. Over hoeveel hij in zeven jaar had geleerd. Maar het mogen duidelijk zijn dat de wetenschap nog niet klaar is met haar gatenvullende werk. Zelfs het meest hybristische atheïsme zal erkennen dat er nog altijd gaten zitten in onze kennis: gaten waar religieuze zielen God graag in willen proppen. Dat zijn dan zogenaamd kleine dingen, zoals de oorsprong van het universum. Hoe het leven ontstond. de door de evolutionist Theodosius Dobzhansky zogenoemde. biologische uniciteit van de mens. en de grote vraagstukken van de menselijke moraliteit. en de zin van het leven. Maar dat zijn natuurlijk slechts details. en de materialistische wetenschap. zal uiteindelijk wel antwoorden vinden. op al deze vragen. zodat God geen gaten meer hoeft op te vullen, hij zal verdwijnen. Zoals de kolderkat van Lewis Carroll, waarna alleen nog zijn glimlach of zijn frons achterblijft. Maar God is geen God van de gaten. En dat is hij ook nooit geweest. Dat beeld van de godheid is een parodie op religie die nooit door enig weldenkend mens is omarmd. In het vorige hoofdstuk zagen we dat Johannes Kepler de wiskundige wetten van de planetaire beweging ontdekte. Maar hij zei toen niet. Dit is weer een punt minder dat alleen verklaard kan worden door God erbij te halen. Nee, hij beweerde dat de wetten die hij had ontdekt de gedachten waren van een transcendente Godheid. Een conclusie die geworteld was in de beste Joods-christelijke tradities die toen al 4000 jaar bestonden. De apostel Paulus zei het al: de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is. Die in Heer is van Hemel en Aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God woont zeker niet in tempels die uit de gaten bestaan. De complementaire God. Let op niet de complimenteuze God, waarbij we aan vrijkaartjes denken, aan presentexemplaren van boeken of aan positieve boekrecensies, maar de complementaire of aanvullende God. Denk maar aan complementaire kleuren of aanvullende pensioenen. Veel mensen geloven in deze valse God. De doktoren Stenger en Dawkins geloven daar uiteraard niet in. En vreemd genoeg ik zelf ook niet. De complementariërs beweren dat wetenschap en religie twee volledig afzonderlijke en op zichzelf staande domeinen of magisteria zijn, die elkaar absoluut niet mogen overlappen. Ze zorgen voor afzonderlijke en aanvullende beschrijvingen van de werkelijkheid, die beide juist zijn, maar niet met elkaar in verbinding kunnen komen. We kunnen dit misschien wat duidelijker maken met behulp van een schilderij. We nemen als voorbeeld de Lachende Cavalier van Frans Hals in de Welles Collection in Londen. We kunnen een wetenschappelijke beschrijving van het schilderij geven door in wetenschappelijke termen de chemische samenstelling, de kleur, de transparantie, de reflectiviteit, dat is de weerschijn, en de structuur van elk punt op het oppervlak en in de diepte van de verflagen tot in detail te beschrijven. Zo'n afzonderlijke wetenschappelijke beschrijving zou ook volledig zijn, want niets blijft onbenoemd. En in theorie zou iemand die het origineel nog nooit gezien heeft erdoor in staat gesteld kunnen worden een exacte kloon van het schilderij te maken. Aan de andere kant kun je ook een afzonderlijk esthetisch verslag opstellen, met een beschrijving van het onderwerp. De picturale compositie, de artistieke techniek, de penseelstreken, de kleurenvariatie, de esthetische kracht, en het doel en de boodschap van de kunstenaar. Waarom lacht de cavalier? Beide beschrijvingen zijn compleet. Beide zouden in principe gebruikt kunnen worden om het schilderij tot in de kleinste details te kopiëren. Dus geen van de beschrijvingen heeft de ander nodig. Tussen aanhalingstekens, of steunt op de ander. Toch zijn beide beschrijvingen deugdelijk en waar. Volgens de complementariërs kan de ons omringende wereld en zelfs onze ervaring van de wereld op dezelfde manier zowel wetenschappelijk als theologisch beschreven worden. Beide beschrijvingen kloppen en zijn waar. Het zijn parallelle universa die geen contact hebben met elkaar. Dit is in wezen het standpunt van Stephen J. Gould en de Nationale Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten. In hoofdstuk 4 en 5 heb ik met hun toestemming citaten van hen gebruikt, omdat zij het erover eens zijn dat de wetenschap, de studie van de materiële wereld, geen uitspraken kan doen over het bestaan van God of de aard van God. Waarom zou ik dan nu tegen hun opvattingen ingaan? Omdat zij ook geloven. Dat God en religie ons niets kunnen vertellen over de aard van de wetenschap. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. Zij hebben gelijk wanneer zij de wetenschap beperken tot de fysieke, materiële wereld, maar zij hebben ongelijk als zij God buiten dat domein plaatsen. Ook christelijke schrijvers als Francis Collins in zijn boek De Taal van God en Kenneth R. Miller. In zijn boek Slechts een Theorie, Evolutie en de Strijd om Amerika's Ziel zijn complementariërs, al is het bij hen iets minder duidelijk. Deze schrijvers beschouwen de Darwinistische Evolutietheorie als de enige ware uitleg van het leven op aarde, en wijzen alle suggestie van intelligent design, ID, of een speciale, dat is miraculeuze, schepping door God. Van de hand. Ze bewegen zich in een ruim christelijk paradigma. En dan is er een voetnoot: een paradigma is een samenhangend stelsel van modellen en theorieën. Einde voetnoot. En ze erkennen dat God alles geschapen heeft, maar ze beweren dat hij bij die schepping alleen natuurlijke, wetenschappelijke processen, inclusief de darwinistische evolutie, gebruikt heeft om zijn doel te bereiken. Pure complementariteit is eigenlijk strijdig met het theïsme omdat het haar god tussen aanhalingstekens... afhankelijk maakt van de natuurwetten die hij zelf heeft ingesteld. Het is de logische partner van het deïsme, maar niet van het theïsme. Hoewel het geloof in een aanvullende god al langer bestaat, is het boek De taal van God van Francis Collins een uitstekend voorbeeld van dat genre. Hoewel binnengehaald en aangekondigd als een boek dat bewijs voor geloof levert, en geprezen door eminente personen als Desmond Tutu en Alistair Macreth, is het in feite niet veel meer dan een uiteenzetting van de overbekende neo-Darwinistische evolutietheorie, waar de auteur dan zijn persoonlijk geloof overheen legt dat God alles geschapen heeft. En waarschijnlijk nog altijd schept, door de evolutie gewoon haar gang te laten gaan. Zelfs de titel van hun boek is misleidend. De taal van God is natuurlijk de genetische code, de taal, tussen aanhalingstekens, waarin de informatie die het leven vormt, geschreven, tussen aanhalingstekens, of gecodeerd is op DNA-moleculen. Francis Collins weet daar het nodige van. Want hij had de leiding over het menselijk genoomproject van de Amerikaanse overheid, dat voor het eerst de volledige genetische informatie van een mens beschreef. Niet geheel in onrechte kijkt de lezer hoofdstuk na hoofdstuk vol verwachting uit naar het moment waarop Collins zijn bewering staaft dat de genetische code echt een taal is die door God bedacht werd. Maar er wacht hem een teleurstelling. Want Collins zegt helemaal niets over de oorsprong van de genetische code. Behalve dan, om ons op de pagina's 85 tot 86 te waarschuwen, dat, hoewel geen serieuze wetenschapper op dit moment zal beweren dat er een naturalistische verklaring voor de oorsprong van het leven binnen handbereik ligt, dat vandaag wel zo is, maar morgen misschien niet. Zelfs deze bekentenis van tijdelijke onwetendheid wordt op pagina 170 onder het tapijt geveegd. Ik citeer. Hoewel het precieze mechanisme van het ontstaan van leven op aarde nog onbekend is, heeft het proces van evolutie en natuurlijke selectie, toen het leven eenmaal ontstaan was, de ontwikkeling van biologische verscheidenheid en complexiteit over een zeer lang tijdsverloop mogelijk gemaakt. Toen de evolutie eenmaal op gang was gekomen, was er geen bijzondere bovennatuurlijke tussenkomst nodig. Einde citaat. Het precieze mechanisme? We weten niet eens of er wel een naturalistisch mechanisme voor het ontstaan van de taal van God bestaat. Vreemd genoeg vervolgt hij met. Maar mensen zijn ook uniek op een manier waarvoor geen evolutionaire verklaring bestaat. En die wijst op onze geestelijke natuur. Is dat strijdig met zijn vorige uitspraken? Zeker, maar dat is nu typisch complementariteit. Zoals dokter McCoy het zou zeggen, het is God Jim, maar niet zoals wij hem kennen. De handen God De derde valse God wordt vaak door religieuze leiders gepromoot. Vooral wanneer ze iets moeten zeggen over natuurrampen, waarbij heel veel onschuldige mensen zijn omgekomen. Na hun medeleven te hebben betuigd, is hun volgende prioriteit om God van elke betrokkenheid vrij te pleiten. Geef God niet de schuld, vermanen ze ons. Hij had er niets mee te maken en vindt het net zo erg als wij. Zelfs in behoudende christelijke kringen is hun groeiende voorliefde aanwezig. Voor het idee van de openheid, dat is een filosofische positie van God. De gedachte dat God niet meer waarschuwingen krijgt voor zulke gebeurtenissen dan wij, en dat Hij niets kan doen om ze te voorkomen. Het enige verschil tussen God en de mens zou dan zijn dat God beter op zulke dingen reageert dan wij. Hij heeft immers meer ervaring. Het is duidelijk dat de handen God. Net als u en ik, slachtoffer van de omstandigheden is, en dat hij op zulke momenten juist onze bescherming tegen kwaadsprekerij nodig heeft. Maar dat klinkt toch niet als de God die Jezaja beschreef? Je weet wel, de God die zegt: Ik, die van den beginnen de afloop verkondig, en van wat nog niet geschied is, die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn wilbehagen doen. Dan is Hij ook niet de Heer van Hemel en aarde die volgens de apostel Paulus in alles werkt naar de raad van zijn wil. De afwezige God. Een goed alternatief voor de handenwringende God is de God van het deïsme. Het deïsme leert dat God slechts de eerste oorzaak is. De initiatiefnemer die het universum geschapen heeft en het in gang heeft gezet, maar zich vervolgens teruggetrokken heeft en geen enkele interesse meer toont in zijn schepping. Hij is de archetypische afwezige huisbaas. Het deïsme staat natuurlijk lijnrecht tegenover het theïsme. Het theïsme leert ons dat God niet alleen de schepper, maar ook de onderhouder van het universum is en nauw betrokken is. Bij alles wat daarin gebeurt. Net als de handenbringende God, kan de afwezige God vergeven worden voor de slechte dingen die op aarde gebeuren, omdat ze simpelweg zijn probleem niet meer zijn. Als je een duur horloge koopt, delen de ontwerpers en de fabrikant de verantwoordelijkheid als het horloge niet goed werkt. Meestal krijg je minstens een jaar garantie. Maar nadat de God van het deïsme. Het universum vormgegeven heeft en de klok heeft opgebonden als het ware, neemt hij de telefoon niet meer aan. Hij heeft nooit een garantie aangeboden en alle klachten komen terug met de melding onbestelbaar. De wereldunie van deïsten met hun motto's God heeft ons de reden gegeven, geen religie en wij vertrouwen op de God van de natuur. Definieert haar godsdienstige overtuiging als volgt: Deïsme is het geloof in een universele, creatieve kracht die groter is dan die van de mensheid, gebaseerd op de persoonlijke waarneming van wetten en ontwerpen in de natuur en het universum, dat in stand gehouden en bevestigd wordt door het natuurlijke vermogen van de menselijke rede, gecombineerd. Met de afwijzing van de bewering van individuen en georganiseerde religies dat ze een speciale goddelijke openbaring ontvangen hebben. De belangrijkste stroming binnen het deïsme ontstond tijdens de verlichting in de 17e en 18e eeuw, vooral in Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Zij bloeide tijdelijk op in kringen van andersdenkende christenen die niet tevreden waren met algemene geloofsovertuigingen zoals de drie-eenheid, wonderen en de onfeilbaarheid van de Bijbel, maar toch nog altijd in één god geloofden. Hoewel er nog andere verlichte geesten waren in de geschiedenis van het deïsme, kreeg de beweging bekendheid door de Brits-Amerikaanse radicale revolutionair Thomas Paine, 1737 tot 1809. Zijn boek The Age of Reason of de tijd van de reden was een terechte aanval op de corruptie in de georganiseerde religie en op de pogingen van de christelijke kerk om politieke macht te krijgen. Maar het boek ging nog veel verder. Peen verhief de reden boven de openbaring, wees wonderen af en zag de Bijbel als gewone literatuur zonder goddelijke inspiratie. Hij pleitte juist voor een natuurreligie en een schepper. Die alleen door de reden gekend kon worden. Omdat het deïsme geopenbaarde religie, tussen aanhalingstekens, afwijst, kunnen deïsten heel eenvoudig de tegenstrijdige beweringen van de verschillende religies allemaal als onjuist van tafel vegen. Een handige veralgemenisering die geen rekening houdt met het feit dat in het echte leven namaakartikelen vaak daar opduiken, waar een origineel is dat het waard is om gekopieerd te worden. Het vermijdt zo ook de schaamte die optreedt wanneer mensen persoonlijk verantwoording moeten afleggen bij God. De relatie tussen de mens en God wordt als transpersoonlijk gezien. En evenals het atheïsme, praktiseert het een op de reden gebaseerde moraliteit. In het algemeen is het overheersende thema in het deïsme het vertrouwen in de menselijke reden in plaats van in goddelijke openbaring of de innerlijke geest of aard van God. Een aard die volgens het deïsme ontoegankelijk is voor de mens. De reden alleen is dus het laatste hof van beroep en wordt de echte God, tussen aanhalingstekens, die door het deïsme aanbeden wordt. In dat opzicht, hoewel het met kracht ontkend wordt, is het deïsme een zielsverwant van het atheïsme. Het enige verschil. Is dat het deïsme ons leert dat de schepper gekend en ontdekt kan worden door de schepping zelf? Vreemd genoeg lijkt het deïsme ons te willen leren dat God wel te ontdekken is door de reden, je kunt zijn bestaan doorgronden, maar dat hij empirisch slechts kenbaar wordt door de mystieke spiritualiteit en niet door welke rationele omgang. Tussen God en de mens dan ook. Bent u nu in de war geraakt? Ik ook. De GGD-god. Wat is GGD? Een zorginstelling of een nieuwe druk misschien? Hier niet. GGD staat hier voor de grootste gemene deler. Dat is een God die een einde maakt aan alle conflicten, tenminste voor wie in hem gelooft. Nu ik erover nadenk. Is dat eigenlijk zo'n beetje alles wat ze geloven? Want dat is een kneedbare godheid die elke vorm kan aannemen. Hij is de god van alle religies tegelijkertijd: van de Boeddhisten, de moslims en de sikhs, de Joden en de christenen, de Unitariërs en de Trinitariërs, de Theïsten en de Deïsten, de Pantheïsten en de Animisten. Oeps, ik had bijna de Atheïsten er nog bijgezet. Hij is echt. Alles voor allen. Maar dat bedoelde Paulus niet toen hij die zin gebruikte. Het idee is bedrieglijk eenvoudig. Zolang er maar één God is, moeten allen die Hem aanbidden per definitie dezelfde God aanbidden. Verschillende beschavingen, tijdperken, rassen en culturen hebben elk hun eigen individuele voorstellingen van die unieke God geformuleerd. Maar die culturele aanwassen hebben weinig inhoud en zijn onbelangrijk. Ze zijn juist een reden om te vieren in plaats van te wanhopen. Want elke religieuze traditie levert haar eigen speciale inzichten, voegt zo unieke draden toe aan dat ene grote religieuze tapijt en verrijkt zo de menselijke cultuur en het leven. Wat geeft het als je na wat meer onderzoek merkt dat de verschillende tradities haaks op elkaar blijken te staan? De duivel zit in de details, dus is het beter als we ons daar niet bij invoegen. Houd je bij algemeenheden, blijf beleefd. God houdt van je. Hij bestuurt niet alles, maar hij doet zijn best. Je mag best optimistisch, pessimistisch, paternalistisch of fatalistisch zijn, of wat je maar wilt. En wacht ons tenslotte toch een beter leven, nietwaar? Dat is eigenlijk alle theologie die je nodig hebt als je de GGD-god aanbidt. Eén maat past iedereen. Dus het is niet nodig om de verschillende meetlinten van de theologie, historiciteit, rationaliteit of consequentheid tevoorschijn te halen. We leven in een postmoderne wereld. Geloof gewoon wat je geloven wilt en wees gelukkig. Jezaja was zo vreselijk wets toen hij de volgende woorden van God weergaf. Met wie dan wilt gij mij vergelijken... Dat ik Hem zal gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en zie, wie heeft dit alles geschapen? Hij, die het Heer daarvan in groten getalen uitleidt, en elk daarvan bij naam roept, door de grootheid Zijner sterkte, en omdat Hij geweldig van kracht is. Er blijft niet één achter. En nog, wend u tot mij, en laat U verlossen alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. De God van de Bijbel. Jesaja's God is natuurlijk de God van de Bijbel. En dat is de definitie van God die ik in de rest van dit boek ga gebruiken. Onze hypothese is dus dat de God van de Bijbel bestaat. En ik zal proberen aan te tonen dat deze hypothese onze menselijke waarnemingen en ervaringen veel beter verklaart dan het atheïsme of zelfs de wetenschap ooit zouden kunnen. En bedenk dat ik als wetenschapper en als christen schrijf. De Bijbel begint met de woorden: In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ik heb aan het einde van hoofdstuk 4 gezegd dat deze zin de Godhypothese vormt, omdat het de grondaanname is waarop al het volgende in de Bijbel en in het christelijk geloof gebouwd is. Je ziet dat de Bijbel zich niet ten doel stelt. Het bestaan van God te bewijzen. Alleen in Psalm 14, vers 1 komen we misschien in de buurt. De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. De Joods-christelijke schriften volgen juist de door mij zogenoemde hypothetische benadering, waarin het bestaan van God wordt aangevoerd als een aanname waaruit vervolgens conclusies worden getrokken. Volgens mij. Wordt Genesis 1 verkeerd gelezen als de stelling wordt omgedraaid en als een konijn uit een hoed er een versie van het kosmologisch argument uit gedestilleerd wordt, namelijk dat omdat het universum bestaat er iemand die God genoemd wordt het veroorzaakt moet hebben? Maar Genesis 1 begint met God, van wie gezegd wordt dat hij niet alleen de hemel en de aarde geschapen heeft, maar ook. Zoals de rest van het hoofdstuk laat zien hun bestanddelen. God is altijd het onderwerp van de zin, terwijl wat geschapen wordt het gezegde is. Nu we het paard en de wagen hun juiste plaats gewezen hebben, zien we dat Genesis 1 vers 1 drie duidelijke dingen zegt. 1. In den beginnen was er een entiteit, God, die noodzakelijkerwijs buiten het universum stond. En eraan vooraf ging. 2. Die God wordt beschreven als een God die in staat is het universum ex nihilo, dus uit het niets, te scheppen. 3. God heeft het universum echt op die manier geschapen. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper op deze drie punten in. Voortschrijdende openbaring. Het zal duidelijk zijn dat de stelling van Genesis 1, vers 1 niet bevestigd kan worden door menselijke observaties of redenaties. Ondanks overtuigend wetenschappelijk bewijs voor een echt begin van het universum, de beroemde oerknal, kan de wetenschap ons niet vertellen waarom het is gebeurd of wie of wat het heeft veroorzaakt. Ook filosofische, kosmologische argumenten kunnen ons niet vertellen door welk Middel tussen aanhalingstekens of welke kracht tussen aanhalingstekens het universum ontstond? Ze kunnen hoogstens pleiten voor een eerste oorzaak. De stelling in Genesis 1 gaat veel verder dan enkel de bewering dat het universum werd veroorzaakt door een eerste oorzaak die zelf geen oorzaak heeft. Anders blijft het een eindeloze schuldparentoren. Waar komt die extra informatie dan vandaan? Die komt tot ons door openbaring, of anders nergens door. Eenvoudig gezegd, omdat wij er niet bij waren, moet God, die er wel was, ons over die dingen vertellen. Anders zouden we het nooit kunnen weten. En als er geen God is, zullen we het nooit weten. Sommigen zullen de mogelijkheid van openbaring uiteraard afwijzen, maar vergeet niet. Dat dit mijn hypothese is, niet die van hen. Openbaring is essentieel voor de bijbelse definitie van God. Daarom wordt dat begrip door atheïsten ook zo hevig aangevallen. Helaas zoeken christelijke apologeten, dat zijn geloofsverdedigers, vaak dekking wanneer dat gebeurt. Ze vrezen dat het verwijzen naar openbaring niet bijster intellectueel overkomt en dat ze daardoor beschuldigd kunnen worden van bijgeloof. Daarom vallen ze terug op filosofische, wetenschappelijke en pragmatische argumenten. Maar het einde van het verhaal is vaak dat ze dan helemaal omvallen. Als wij echter de hypothetische benadering gebruiken, hoeven wij ons niet te verontschuldigen voor de volgende zogenaamde open deur: namelijk dat openbaring een integraal onderdeel vormt van de Bijbelse leer over God en de schepping. Als we de Bijbelse God als hypothese aannemen, aanvaarden we alles wat Genesis 1, vers 1 impliceert: 1. Het voorbestaan van God. 2. De transcendentie van God. Dat houdt in dat hij buiten het materiële en temporele universum staat. 3. Het vermogen van God om het universum te scheppen. 4. Het feit dat hij dat ook deed. En 5. Het feit dat we die dingen alleen kunnen weten door openbaring van God zelf. Resumerend, ik neem niet van tevoren aan wat ik probeer te bewijzen. De hypothese zelf bewijst niets. Het bewijs van de hypothese ligt in de stelselmatigheid van de menselijke ervaring en observatie. Terug naar het onderwerp openbaring. De Bijbel bevat wat theologen voortschrijdende openbaring noemen: een geleidelijke onthulling van het wezen en de bedoelingen van God. Genesis 1 bevat veel meer waarheid dan we vaak beseffen, maar het bevat niet de hele waarheid over God en de kosmos. Het vertelt ons bijvoorbeeld dat God de mens geschapen heeft, maar we zien later pas dat Hij, in geestelijke zin, met de mens sprak en. Wandelde tussen aanhalingstekens. In de loop der tijd toonde de zondvloed van Noach aan dat God bereid was de hele mensheid te veroordelen voor haar zonden. En eeuwen later maakte God zichzelf bekend aan Mozes als degene die zelfstandig bestaat. Ik ben die ik ben. En als de bron en gever van de morele wet. Tegelijkertijd maakt hij zichzelf door de typen en schaduwen in het Oude Testament bekend als degene die de zonde vergeeft, maar alleen door middel van verzoening. En met de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus, openbaarde God tenslotte de volheid van zijn voornemen om zondaars te verlossen van het oordeel en hen met zich te verzoenen. De openingswoorden van het Nieuw Testamentische boek Hebreeën vatten het idee van voortschrijdende openbaring in woord en beeld prachtig samen. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den Hoge. Daaruit volgt dat het bijbelse idee van God niet herleid kan worden tot een definitie in een woordenboek of een enkele geloofsleer. Bijbels gezien is de definitie van God dynamisch, evolutionair, dat is voortschrijdende zelfopenbaring, en op vele punten revolutionair. Het is mijn taak in de rest van dit boek om de implicaties van deze definitie, deze hypothese, te behandelen, in het licht van tegengestelde en andere meningen en, het belangrijkste van alles, in het licht van wisselende menselijke ervaringen.